Wat ik fascinerend vind aan het puberbrein is dat we snappen er niet zo veel van waarom pubers doen wat ze doen. En tegelijkertijd zien we dat het een periode is van ongekende mogelijkheden. En die combinatie, dat vind ik heel spannend. Ik ben Evelien Kroonen en ik ben hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Erasmus Universiteit. En ik ben gespecialiseerd in pubers, in het puberbrein. Evelien Kroonen, goed dat je er bent. Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, zeg jij hier zelf. Neurocognitieve ontwikkelingspsychologie en auteur, moeten we niet vergeten, van een academische bestseller over het puberbrein. Door heel veel mensen vanuit de wetenschap, maar ook ver daarbuiten gelezen. We gaan het hebben over de hersenen van jongeren en van pubers. Waarom zijn het nou precies die hersenen die voor jou ertoe doen? Ja, het is zo'n belangrijke fase in je ontwikkeling, waarin je opgroeit tot volwassen lid van de maatschappij. En toen ik begon met mijn studie psychologie, werd me al heel snel duidelijk dat als je wil begrijpen hoe volwassenen keuzes maken, waarom ze de dingen doen die ze doen, dat je bij de basis moet beginnen. En dat hele proces van losmaken van je ouders en je eigen weg vinden in de samenleving, ja, dat vind ik razend interessant. En ja, binnen dat werk ontdekte ik al snel het onderzoek naar de hersenen. En toen dacht ik, nou, dit is echt het coolste wat er is. Dit wil ik echt. Ja. En toen kwam je dus bij die hersenen van jongeren en pubers terecht. Dat is was een relatief onontgonnen trein, toch? Nog steeds, ja. Dus ik deed een stage in 1998 aan de University of Pittsburgh. En dat was de eerste plek wereldwijd waar ze op dat moment onderzoek deden bij jongeren met hersenscans. Ik was daar een beetje toevallig. Wat er gebeurde, er werd al heel lang onderzoek gedaan naar de hersenen, toch? Er werden al mensen in de scan gelegd. Men wist al wel een beetje wat er in die hersenen gebeurde, welke gebieden waarvoor verantwoordelijk waren. Maar jongeren, helemaal niet eigenlijk. Ook dat niet, hoor. Want kijk, de fascinatie voor de hersenen, dat is er al sinds Plato. Dus dat is er al heel erg lang. Voordat er deze technieken waren, die echt een revolutie zijn geweest in onze kennis, maar die zijn pas in de jaren 80 of zo. Daarvoor was het eigenlijk helemaal niet nodig om, of niet mogelijk om te bekijken wat daar gebeurde in die hersenen. Nou, wat ze toen deden was bijvoorbeeld bij mensen die in oorlogen bepaalde verwondingen hadden opgelopen. Die hadden bepaalde beperkingen, bijvoorbeeld dat ze niet meer goed konden spreken of dat ze niet meer goed gedachten konden ordenen of hun geheugen kwijt waren. Mm-hmm. En als die mensen dan waren overleden, dan werden die hersenen uit elkaar gehaald om te kijken, ja, waar zat die schade. Ze sneden het open. Dat was vrij rigoureus. Dat is wel wat rigoureus. Dus dat gebeurt natuurlijk amper bij onderzoek naar jeugd. Ja. Maar mag toen, hopen, toch? Ja, ja, nou ja. Ja, dat, er zijn natuurlijk ook toen wel jongeren overleden en dat het op die manier werd onderzocht. Maar dat is een hele primitieve methode. En ongeveer in de jaren 80 werd er een techniek ontwikkeld die heette MRI, Magnetic Resonance Imaging. En dat is een manier om naar de hersenen te kijken terwijl iemand gewoon eigenlijk daar helemaal geen last van heeft. Ja. Dus je ligt als het ware in een scanner. Er zit niks aan je vast of zo. En via een magneet kun je dan plaatjes maken van de hersenen. En inderdaad, eind jaren 90 werd dat voor het eerst dat onderzoek gedaan bij kinderen. Ja, want toen ontdekten jullie van er is een heel groot verschil tussen de hersenen van volwassenen en kinderen. En daartussenin zit dan die periode van die puberteit. Even, waar hebben we het over? Puberteit is officieel, is daar een soort van leeftijdsgrens voor? Nou, mensen halen vaak de puberteit en de adolescentie door elkaar, maar dat is echt iets verschillends. Dus de puberteit is de periode van hormonale veranderingen en dat loopt tot ongeveer 10 tot 15 jaar. Bij meisjes start het iets eerder dan bij jongens. Maar de adolescentie, dat is echt de hele periode van opgroeien tot volwassen lid van de maatschappij. En dat duurt van 10 tot ongeveer 22 jaar. En wat we ontdekten met dat hersenonderzoek, is dat vroeger dachten we altijd dat de hersenen klaar waren, uitontwikkeld als je 7, 8 jaar was, omdat de grootte van de hersenen dan niet meer verandert. Maar door die beeldgevende technieken zagen we opeens een heel ander verhaal. Namelijk, eerst is er een enorme toename in hersencellen en dan wordt er tussen 10 en 22 jaar enorm gesnoeid. Mm-hmm. Dus dat is echt een enorm belangrijke fase. Wat er verdwijnen hersencellen in die periode? Er verdwijnen hersencellen en er komen connecties bij. Ja. Dus je moet eigenlijk zien als dat je zou het kunnen zien als een bos waar je doorheen loopt. Dus wat we zien hier nu daar een afbeelding van, maar het is dus zo dat op een zeker moment zit je aan een soort piek van, en daarna worden die hersenen klein. Gemaakt eigenlijk. Dus de hersencellen die worden in gesnoeid. Dus als je het als een bos zou zien met allemaal kronkelweggetjes, als je een bepaalde weg heel vaak neemt, dan wordt dat een hele snelle vierbaansweg uiteindelijk. Ja. En zo werkt het in de hersenen ook. Dus bij volwassenen, zoals je hier ook kunt zien, die hebben hele goede bekabeling tussen verschillende gebieden in de hersenen.
Maar die kronkelwegetjes, ja, die zijn natuurlijk ook razend interessant. Ja. Want dat betekent eigenlijk dat je nog heel veel kanten op kunt ontwikkelen. Ik denk dat wij allemaal als volwassenen wel met wat jaloezie kijken naar jongeren die heel makkelijk een tweede taal kunnen leren. Mm-hmm. En wij moeten daar veel meer moeite voor doen. Ja, of als je op je 30ste nog eens rijles gaat nemen, dat is lastiger dan als je dat op je 18e of 19e doet. Of als je een nieuwe iPad hebt. Of ik moet nu al mijn 12-jarige dochter om hulp vragen als ik even niet meer weet. En hoe oud ben je nu? Ik ben nu 44. 44, oké, okay, ja. Dat begint dan op... Ja, ja, dat is eigenlijk al... Ik zeg al tegen mijn vrouw dat ik... We hebben daar altijd een beetje dispuut over. Ik vind mezelf dan nog jong en dan word ik altijd heel hartelijk uitgelachen thuis. Ja, vergeet het maar. Nou, maar je hersenen zitten nu nog behoorlijk stevig in elkaar. En dan inderdaad, als je dan nu kijkt bij mensen... Degeneratieproces is begonnen, zo boven de 40 gaat het achteruit. Ja. Hey, ik noem een beetje gechargeerd gezegd, maar... Pubers, of jongeren, maar met name pubers, hebben de naam dat ze niet vooruit te branden zijn, communicatief niet al te sterk, dat de verantwoordelijkheid ver te zoeken is, hele rare domme dingen doen. Klopt dat? En is dat ook te herleiden tot wat er in dat brein gebeurt? Ja, maar Geert, het is echt een misverstand. Dus mensen denken altijd dat pubers alleen maar roekeloos gedrag vertonen. Maar echt de jongeren die daarmee in de problemen komen, dat is maar 10-15% van de jongeren. Dus ook nu, ik weet niet of we het over mogen hebben in de coronatijd, zie je wel dat jongeren het nieuws halen. Maar dat is echt maar een klein subgroepje van de jongeren die het gewoon op een of andere manier niet uit kunnen houden om zich aan regels te houden. Maar dat betekent ook dat 85% van de jongeren het ontzettend goed doet. Dus het is ook een beetje gevaarlijk om alle jongeren over één kam te scheren. Ja. Maar dat gezegd hebben, dan hebben wel bijna alle jongeren in die fase van hun leven een iets grotere ontvankelijkheid om risico's op te zoeken. Dus ze zijn, je kunt het zien als dat hun hersenen zijn voorbestemd om de wereld te gaan ontdekken. Je moet ook erop uit. Je kan niet altijd bij je ouders blijven. Maar en wat kun je uitleggen op een beetje begrijpelijke manier dat wij het snappen? Wat gebeurt er in die hersenen? Wat betekent... risico nemen in de hersenen. Hoe gaat dat in zijn werk? Sure, ja. Nou, wat je eigenlijk ziet in de hersenen van pubers, is dat er twee systemen in de hersenen niet helemaal synchroon ontwikkelen. Dus er is een systeem in de hersenen wat belangrijk is voor het ervaren van emoties. En dat krijgt een beetje een boost bij de start van de puberteit. Waarschijnlijk ook onder invloed van puberteitshormonen. En dat zijn diepe subcorticale gebieden in de hersenen. Die zijn evolutionair heel oud. En die krijgen als het ware een soort stoot, hè? Die worden extra actief. Dus jongeren zijn wat sneller geneigd om te wisselen ook in emoties. Maar ook om de spanning te voelen of de kick te voelen van eventjes iets spannends uitproberen. Maar daarnaast heb je ook een wat evolutionair jonger gebied van de hersenen. Wat belangrijk is voor rationeel nadenken en controle over je gedrag en over de toekomst nadenken. En dat gebied van de hersenen, dat ontwikkelt nog wel door totdat je 22 jaar... Je zegt ontwikkelt nog door, dat loopt gewoon hartstikke achter op dat andere gebied, zeg je. Ja, maar ik denk niet dat je het als achterlopen moet zien, want het is ook ergens goed voor. Mm-hmm. Dus het is, we hadden het net al even over dat die hersencellen, daar wordt in gesnoeid. Ze hebben eigenlijk een overproductie van hersencellen en daarom kunnen ze ook zo goed leren. Het is niet voor niks dat we jongeren... Maar loop jij hier vaak tegenaan, hè? Want je doet onderzoek naar jongeren, je praat veel met jongeren ook. Ik kan me voorstellen dat jouw boek... over het puberbrein heel veel gekocht is door ouders die denken, ik weet niet wat ik met mijn kind, ik had altijd zo'n leuke dochter of zoon, ik kan geen contact meer krijgen, die vooruit te branden, hij doet niet wat hij moet doen. Mensen hebben er een beetje van zo'n negatieve associatie of gewoon ervaring mee, toch? Ja, het is natuurlijk ook moeilijk als ouder om los te laten en te zien dat je kind een eigen pad wil gaan volgen. Maar het meeste wat ik hoor, ook als ik lezingen geef op scholen of mensen die het boek hebben gelezen, die zeggen, oh gelukkig, mijn kind is toch normaal. Het hoort er blijkbaar allemaal bij. En het kweekt dus wel wat begrip. En we zijn ook allemaal zelf jong geweest. We hebben het allemaal meegemaakt. Ja, heb je erg gepubert of niet? Nou, ik denk wel dat ik een beetje brutaal was. Okay. Ja. Maar ook bijvoorbeeld met slapen. We weten allemaal nog hoe moeilijk het is als puber om uit je bed te komen. En toch als volwassenen vinden we dat allemaal ontzettend irritant. Want waarom worden ze niet gewoon wakker? We kunnen er wel wat meer begrip voor hebben. Maar we hebben dus ontdekt dat dat te maken heeft met een verandering in hormoonbalans. Dus jongeren worden eigenlijk later op de avond moe. Ja. Ze worden volwassen. Dus net als volwassenen worden ze later op de avond moe. Maar ze hebben meer slaap nodig. Dus daardoor hebben ze eigenlijk altijd een beetje dat jetlag. Kan dat ook aanhouden? Dat vraag ik. Asking for a friend.
Nee, ik zit nog steeds te wachten op dat moment. En je hoort wel eens van die mensen. Die zeggen, ja, dat is een hele 7:15 opgestaan. Baantjes getrokken. Toen een beetje het huis aan kant gemaakt. Nee, er zijn mensen die zijn ochtendmensen. En er zijn mensen die zijn avondmensen. Ja. En daar zit je dan gewoon aan vast. Ja, ja. Daar moeten we iemand anders. Daar hebben we ook Bert van der Horst wel eens voor uitgenodigd. Hey, jij legde die jongeren in de scan om die hersenen te begrijpen. Daar heb je heel veel van geleerd. Inmiddels ben je toe aan een soort van, ja, kunnen we het zeggen, volgende stap? Misschien wel. Een verrijking eigenlijk van het onderzoek wat we doen. Dus we leren heel veel hoor van deze mechanismen. Ik bedoel, heel veel van de dingen die we al hebben ontdekt, die hebben eigenlijk de adolescentie in een heel ander daglicht gezet. Maar ik ben naar Rotterdam gekomen, omdat ik... Want je zat eerst in Universiteit Leiden, hè? Verhuisd eigenlijk met je vakgroep. Ja, klopt. Sinds april werk ik aan de Erasmus Universiteit, omdat ik er behoefte aan had om mijn onderzoek te verbreden. En meer connecties te leggen met vakgebieden die zich bezighouden met de mensen in de maatschappij. Mm-hmm. En op die manier ook... Want je was, en misschien collega's van jou ook, je was misschien wat te veel alleen maar in dat lab bezig en in die laboratoriumsituatie aan het bestuderen? Is dat het probleem geweest? Ja, nou, je moet eraan toe zijn. Dus ik was er op dat moment erg aan toe om mezelf te vernieuwen en een nieuwe omgeving daarbij te betrekken. En andere mensen die hebben dat niet en dat is ook oké. Okay, dit onderzoek naar de hersenen, het is enorm complex. Maar voor mij was het wel nodig om beter te begrijpen van wat betekent het nou precies wat ik vind en wat betekent het voor de jongeren. En de manier waarop wij dat doen is dat we werken met Living Labs. Dus we starten eigenlijk een lab midden in de stad. Waarbij we dan jongeren betrekken bij de beginfase al van ons onderzoek. Mm-hmm. Stellen we eigenlijk wel de juiste vragen? Vind jij het ook dat wij dat op deze manier goed benaderen? Maar ook bij de interpretatie en uiteindelijk bij de manier waarop we het weer communiceren. En ik ben nu een paar maanden hier werkzaam en kan amper beginnen. Want het is natuurlijk een hele rare tijd. En ik heb al zoveel geleerd. Ja, we hebben al heel veel bereikt. Toch relatief korte tijd. En ook een crisis, ja, dat zet ook alles even op scherp. Dan voel je veel meer de urgentie van waarom je dit eigenlijk... Ja, want daar heb je ook een aantal dingen over geschreven. In de NRC onder andere een stuk over waar je zegt van het gaat een beetje mis in de manier waarop we naar jongeren kijken. En stigma is misschien een groot woord, maar inderdaad die vooroordelen waar ik net al mee kwam. Hè, en onverantwoordelijk gedrag en ze de schuld geven van wat hier in Rotterdam gebeurt. Hè, bijvoorbeeld mini-uitbraken weer vooral dan aan jongeren te wijten. En jij zegt eigenlijk van we slaan een verkeerde kant op. Kun je dat uitleggen? Wat gaat er mis? Jongeren hebben ook zelf erg de behoefte om mee te denken over de oplossingen. En als je dat niet doet, is het gewoon een enorm gemiste kans. Waarom zou je dat niet doen? Dus dat is iets wat wij wel wat naar voren willen brengen. Mm-hmm. Maar daarnaast ook de ene jongere is de andere niet. En het is zo afhankelijk van de omgeving waarin je opgroeit. Bijvoorbeeld sommige jongeren wonen met z'n zessen in een tweekamerappartement. En die moeten dan eventjes naar buiten. En dat kunnen ze ook heel goed uitleggen. Van ja, ik moest er gewoon even uit. En dan krijgen ze meteen een boete. En dat is natuurlijk hartstikke zuur. Mm-hmm. Maar ook jongeren die me vertelden van... De afgelopen periode heb ik en voor mijn broertjes en zusjes gezorgd. Want mijn moeder moest werken. En ik heb thuisonderwijs gevolgd. En ik moest ook nog helpen met in het huis. En dan is de oplossing dat ik in de zomer weer naar school moet om in te halen. Ik heb ook vakantie nodig. En ik vind het dan weer zo verrijkend om dan die manier van... begrijp je toch beter waar zij mee zitten. Ja. Dus en als je dat nou koppelt aan hoe zij op dit moment in hun leven in ieder geval gehardwired zijn. Hoe die hersenen in elkaar zitten en het punt in een ontwikkeling daarin. Is het dan zo Ik introduceer dat een beetje zo. Hè. Kunnen ze beter tegen dit soort stressvolle situaties, veranderingen uit je routines getrokken worden dan jij en ik? Of hebben ze het er juist lastiger mee, omdat ze in zo'n transitie zitten, ook wat hun hersenen betreft? Het is wel bekend hoor, dat jongeren in principe veerkrachtiger zijn dan volwassenen. Dus eigenlijk kunnen ze makkelijker omgaan met snelle veranderingen in hun leven. Maar ze hebben nu wel heel weinig controle daarover. Mm-hmm. Dus ze hebben grotere creativiteit. Dat is bekend. Wij ontdekten dat ook in de hersenfuncties. En een wat grotere behoefte om vernieuwing te zoeken. Maar als je alle controle wegneemt, en dat hebben zij nu helemaal niet, dan is dat eigenlijk heel remmend voor je ontwikkeling. Want je kunt niet iets van jezelf nastreven. Mm-hmm, mm-hmm. Dus een van de bevindingen van ons onderzoek is ook dat jongeren grote behoefte hebben om impact te hebben in de
samenleving, om ook respect te krijgen, om het gevoel te hebben dat ze vanuit autonomie, hè, dus dat je iets zelf kan en wil, kunt bereiken. En dat wordt nu allemaal wat weggenomen. Dus onze missie met het Living Lab is om daar handen en voeten aan te geven en te kijken, kunnen we nou iets doen nu met jongeren samen en ook met onze wetenschap erbij? Als je die twee bronnen samenvoegt, dan kun je dan niet een heel sterk signaal geven dat we kunnen zoeken naar manieren om ze sterker eigenlijk uit deze periode te laten halen. Ja, ja, ik heb echt te doen met, bedoel, je zal maar 17 zijn of 16 of 15 in deze periode. Is het nou ook zo dat je denkt van, dat wordt wel gezegd, van er komt er gewoon een soort coronageneratie die hier, jij schreef dat volgens mij ook ergens, van die jongeren die gaan hier echt last van hebben in allerlei opzichten. Is het nou ook zo dat je kunt zeggen dat dit soort crisis, ook in het verleden bijvoorbeeld oorlogssituaties of rampen, dat die ook echt een effect hebben op hoe die ontwikkeling loopt? En is het in die zin ook soort van te verwachten dat er wat in die hersenen te vinden gaat zijn over 5 of 10 jaar van de jongeren die dit nu meemaken? Zeker, dus dat is ook bekend, dat we dat soort grote gebeurtenissen impact hebben. Maar ik had eerst ook dezelfde reactie die jij nu hebt, van ik heb met ze te doen. Maar toch is dat niet de goede reactie. Maar er zijn onderzoeken naar eerdere situaties ook, dat er iets gebeurt als je zo lang geen contact kunt hebben. Wat gebeurt, wat doet dat met je? Nou, we weten dat jongeren die in barre omstandigheden opgroeien, dat de hersenontwikkeling vaak versneld verloopt. Barre omstandigheden zijn dan bijvoorbeeld? Ja, dat zijn echt hele nare omstandigheden, zoals in weeshuizen waar geen warmte is. Of dat is echt vergelijkbaar soms ook met oorlogssituaties. Dan verloopt de hersenontwikkeling vaak versneld in vergelijking met mensen die dat niet meemaken. En je moet dat eigenlijk zien als een gemiste kans. Want die eigenlijk rijping van de hersenen is ook wat wij wel een window of opportunity noemen. De kans waarin je nog heel veel nieuwe dingen kunt leren, waarin je hersenen heel flexibel zijn. En in nare omstandigheden, die snelwegen worden te snel aangelegd eigenlijk. Worden te snel aangelegd en dan heb je eigenlijk niet meer de kans om ook andere manieren te hebben om jezelf te ontwikkelen. Ja. Maar die jongeren geven dus ook zelf aan van, het gaat ons niet om medelijden. Wij willen gewoon kansen krijgen. Dus we moeten eigenlijk allemaal verder denken dan alleen, oh, ik heb eigenlijk wel met ze te doen. Want daar hebben ze niks aan. En dus ze hebben ook zelf iets van, ja, nee, daar gaat het nu even niet om. Wij willen gewoon kansen krijgen en we willen meepraten. En wij willen ook graag meedenken over, ja, of er toch manieren zijn waarop wij wel op een andere manier ons ook sociaal kunnen ontwikkelen. Ja, wat vind je dan van dat Mark Rutte zegt, kom maar met een plan, joh, jongeren, kom maar hier. Hè? Dat was een beetje de teneur. Ja, ik heb dat wel gevolgd. Dus hij kwam daarmee, ik vond het wel een goed signaal. Maar vervolgens worden daar ook geen handen en voeten aan gegeven. En dan daarna kunnen jongeren het niet volhouden en dan worden ze ASO's. En toen bleek toch eigenlijk, werd eigenlijk de minister een ASO. En ja, toen waren we allemaal de weg kwijt, want toen wisten we helemaal niet meer wie nou wie is nou wel goed en wie is nou fout. Ja. Precies. Dus je hebt er ook gewoon niet zoveel aan om op die manier naar elkaar te wijzen. En dit zijn ook de jongeren die over 10 jaar zijn ze onze docenten. Ze halen onze vuilnis op. Ze zijn onze artsen. Ze zijn onze advocaten. Ja, we kunnen maar beter een beetje goed met deze generatie omgaan. Want als we niet nu hun de kans geven om zich te ontwikkelen, het is voor hun hartstikke rot, maar we hebben er allemaal dan heel veel last van. Ja. Zij zijn onze toekomst. De belangrijkste lessen, als dat te doen is, hè, er zullen ongetwijfeld mensen in de zaal zitten die puberkinderen hebben, of zoals ik, nou, mijn dochter is 3, dus bijna 3, dus dat duurt nog wel eventjes. Maar hoe met pubers om te gaan, wat is wat doen mensen het eerste fout en wat is het laaghangend fruit? Het blijkt dat als de ouders veel stress hebben, dan hebben de jongeren er ook last van. Dus het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen, je moet proberen geen stress te hebben. Maar ze nemen daar veel van over. Het goede gesprek, met elkaar in contact blijven. En als je het zelf niet kan, om dan hulp te vragen. En ook om ook rond te kijken of iemand in je omgeving de hulp nodig heeft. Want als iemand het gewoon even niet redt om en thuisonderwijs te geven en banen draaiende te houden, misschien kan je dan als buurvrouw of buurman toch even iets betekenen. Of in de wijk, of op die manier. Ik hoorde laatst iemand in een podcast zeggen, je moet tegen pubers moet je een beetje hummen. Je moet ze niet tegen ze ingaan, je moet niet zeggen wat goed is, je moet ze niet proberen een goede richting in te doen, je moet ze een beetje, wat denk je, misschien wel, wat denk jij? En dan een dag later vinden ze weer iets heel anders. Ja, ik weet het niet. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Het is niet hoe ik het ervaar en ook niet wat ik van jongeren terughoor. Ik weet dat het voor ouders soms lastig is, omdat ik heb zelf ook een dochter van 12, dus ik weet Begint die al?
Zeker, ja, okay, zeker. Ja. Ja, dus ik weet ben jij loodgieter? Bij de loodgieter lekt de kraam altijd, hè? Oh, absoluut. Ja. Ja, bij mij gaan ze allemaal te laat naar bed. Oké. Eet ook helemaal geen groenten. Ja, maar goed. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar, de hele dag achter de tv en ja, op de iPad. En, maar ik weet uit het onderzoek dat de jongeren aangeven, ook al zijn ze niet altijd even aardig tegen hun ouders, de mening van ouders blijft heel erg belangrijk. Ah, ja. De hele adolescentie door. Dus dat geeft dan toch wel weer een handvat dat je mening ertoe doet. Dus ook al lijkt het soms niet zo. Anders lijkt, ook al lijkt het soms niet zo. Ja, dat je er was. Evelien Kroonen. Dankjewel.